zit in een secte. Ja, ze zit in een secte. Enfin, ik heb me geïnformeerd via Dre. Het schijnt om een gevaarlijke secte te gaan. Die bekend staan bij justitie. Ja, wat wilde je daarmee zeggen? Zeg dat niet waar is, hè, Werner. Ja, zo kunnen we toch niet vertrekken. Ja, we zullen ons vertrek moeten uitstellen. Wat is er? Ik versta u niet. Zo moeisch. We zijn gesloten. Oké, ik zal wel open doen. Moet de deur niet kapot kloppen. Beata, kom binnen. Wat kom jij hier weer al doen? Jenny. Baldek is ziek. Heel ziek. Dat wisten we al. Daar hebben wij geen affaire mee. Hij ligt in het ziekenhuis, Rosa. Met hoge koorts. Meer dan 41 graden. Wat lief. Hij wil dat je hem gaat bezoeken. Misschien voor de laatste keer. Met zo'n hoge koorts kun je toch niet meer klappen? Hij droomt de hele tijd. Hardop. En hij zegt de hele tijd één naam. De oe, Rosa. Je hebt geen oren, hè? Het is gedaan tussen Rosa en de Waldek. Denkt jij dat ik wil dat zij naar hem toe gaat? Jij twee hebt mijn broer bijna kapot gemaakt. Ik wil ook gewoon de kans geven voor het te laat is. Vergeet het. Waarom die moeite? Ja. Uitstellen. Ja, hoogstens voor een paar weken, hè, of misschien een maand. Dat geval met Veronique is uitgeklaard. Werner, denk, nu is 2 minuten na. Alles is geregeld. De papieren, de etiketten, de container is weg. Schat, dat is nu toch geen probleem. We hebben hier spullen genoeg. Hè. Ik wil vertrekken ook. Zo snel mogelijk. Nu. Ja, maar ik ook, hè. Maar ik wil eerst Veronique uit die secte halen. Is een vogel voor de kat, dat snapt u nu toch? Dan is dat maar zo. Mijn geduld is op. Allee, schat, alsjeblieft. Kom. Ik wil het niet horen. Echt niet meer. Eén ding staat vast, ik vertrek. Met u als het kan, maar zonder u als het moet. En dan dacht ons Rosa hier even onder druk te komen zitten om haar naar Waldek te krijgen. Maar daar heb ik een stokje voor gestoken. Nee, zeker. Met uw achterbaks gedoe. Ja, maar Jenny, het gaat echt niet goed met Waldek. Ja, Dreken, dat kan zijn, hè. En niemand wenst hem dat toe, maar ons Rosa heeft niks meer met Waldek te maken. Maar Jenny, als het nu echt zo slecht is met Waldek... Allee, als het waar is... Het is waar, Rosa. Is waar. Bovendien, Beate zal een... voor Waldek een heel zware beslissing moeten nemen. Je weet er precies meer van, hè? Ja. Ja, ik heb gesproken met de dokter die hem behandelt. En? De arm van Waldek is serieus geïnfecteerd. In die mate zelfs dat de dokter maar één middel ziet... om een fatale afloop te vermijden... En dat is amputeren. Wat zeg je? Ja. En het dramatische van heel het geval is dat Beata, hè, en zij alleen, daarvoor de toestemming kan geven. Nee. Nee. Zuster, waar is hij? Waar is mijn broer? Naar de OK. OK? De operatiekamer. Ze gaan hem toch niet... Ik heb toch nog niet gezegd dat het mocht? De dokter heeft beslist, mevrouw, en... De dokter, waar is hij? Ik wil hem spreken. Hij mag dat niet doen. Ik wil het niet. Hoort gij, ik wil het niet. Hé, waar gaat u naartoe? Nee, OK. U mag daar niet binnen, mevrouw. Ik moet. Moet. Zij mogen het niet doen. Niet amputeren, alstublieft. Rustig, mevrouw, rustig. Maar doe iets, hou ze tegen. Zo moest het. Ik zal gaan kijken. Maar dan moet u hier wachten. Ja. Beloofd? Ja, beloofd. Ik heb een arm kwijt. En zijn zuster moet dat beslissen. God.
Geen tijd om na te denken krijgt ze niet. De dokters hebben mij verzekerd dat hoe langer men wacht om in te grijpen, hoe gevaarlijker de situatie wordt. Maar waarom heeft hij daar nu in godsnaam niks over gezegd? Waarom zegt hij nu alleen maar dat hij mijn naam genoemd heeft? Ja, veel verschil had het niet gemaakt, hè. Maar va, Genie, als er iemand naar u vraagt vlak voordat hij zoiets verschrikkelijk moet meemaken, dan... Ja, maar Roos, had je gezauwer niet meer geraakt zijn? Hoor toch wat André zegt? Ze wilden een vlugge beslissing in de kliniek. Het is misschien al gebeurd. Zeg dat niet. André, zo'n zware infectie, wat is er dan gebeurd? Volgens hem zou het iets te maken hebben met een verfproducten. Verfproducten? Ja, ik geloof er niks van natuurlijk. Ik vrees eerder dat hij in aanraking gekomen is met heel toxisch chemisch afval, dat is het. Op een illegaal stort, hè? Ja, waarschijnlijk wel. En hij wil er niks over zeggen, dus dat is voor mij een bewijs dat het niet erg kosher kan zijn. Hè? Misschien maar best dat we het niet weten. Rosa, schatteke, ik neem aan dat het moeilijk is voor u. Zo. Maar als ik u een goede raad mag geven, concentreer u op ter smissen. Dat het hier goed blijft draaien. Dat is nu het belangrijkste voor u. U wou mij spreken, mevrouw. Dokter, u hebt toch niet... Ik heb toch nog geen toestemming? Rustig. Maar Rosa, wacht en niks doen voor ik akkoord ging. Ja, daar houden wij ons ook aan, mevrouw. Maar hij is weg voor de operatie. De zuster heeft gezegd... Kijk, mevrouw, wij hebben uw broer inderdaad naar de operatiekamer laten overbrengen. Omdat zijn toestand er ons toe dwong. En geamputeerd? Toe zijn arm? Nog niet, nee. Nog niet? Echt? Nogmaals, mevrouw, wij hebben toch een afspraak met u. Oh, gelukkig. Dank u, Bart. Ja. Maar u moet wel beseffen, mevrouw, dat die afspraak vervalt als het leven van de patiënt in gevaar is. Op dat ogenblik hebben wij als dokter onze verantwoordelijkheid te nemen. Wel, mevrouw, zover zijn we nu. Wil dat zeggen? Dat wil zeggen, mevrouw, dat wij nu op het punt staan te opereren. Tenzij u uitdrukkelijk en schriftelijk uw toestemming weigert. Wel? Dan doe ik dat. Dan weiger ik. U realiseert zich toch... Het gebeurt niet, dokter. Mevrouw. U speelt met het leven van uw broer. Hij zou niet willen leven zonder arm. Dat kan hij niet. Ik moet zijn beslissing respecteren. U weet toch wat dat betekent? Ja. Er is veel kans dat hij het niet haalt. En dat als het slecht afloopt met Waldeck, u degene bent die aansprakelijk zal gesteld worden voor de gevolgen ervan. Schat, gebruik nu even uw verstand. Je kunt toch niet alleen vertrekken? Mijn besluit staat vast. Wat ga jij doen? Dat kunnen we toch niet maken? Het is geen flauwekul wat ik u verteld heb. Ik ook niet. Ik ben er geweest, ik heb die mannen bezig gezien. Die zijn niet alleen keer wit, die zijn ook gevaarlijk. André heeft het zelf gezegd. Dat kan allemaal goed zijn, Werner, het interesseert me niet. André zelf zal u zeggen dat het over een serieuze zaak gaat. Kijk, dat Veronique voor de zoveelste keer in Nesten zit, dat is geen verrassing. Maar daar gaat het nu niet om. Maar nee, dat jij nu per se wilt vertrekken, daar gaat het om. Dat je niet voor de allerlaatste keer een beetje geduld kunt opbrengen. Voordat mijn zus veilig en wel is. Omdat wij een afspraak hadden, Werner. Een afspraak dat we vanaf nu af aan onze eigen weg zouden gaan. Zonder ons te laten ompraten door wie dan ook. Ook niet door een zus. Wel, ik ga mij houden aan die afspraak. Ik vertrek. Ga jij doen? Hallo. Hey. Is ik kwaad, hè? Goesting om je schuld te vloeken, met van alles te gooien. Ik voel me gewoon vernederd, Jori. Dat is een tweede keer dat hij mij dan lapt, hè? Eerst met Isabel en nu. Ik heb de scène 1000 keer proberen wijs te maken dat hem fout bezig was, maar er heeft niks geholpen. En ik kon het ook niet meer aanzien, sorry, maar dan ben ik er even met mijn vuil voeten doorgegaan. Maar nee, ik heb mijn ogen doen opengaan. Ik werd bedrogen terwijl ik erbij stond en ik zag het niet eens. Ja, je wou het niet zien, hè. Maar je ziet je gast graag, ik versta. Maakt het voor mij ook niet gemakkelijker, trouwens. Nee, dat zal wel niet. Maar je hebt dat goed gedaan. Je hebt mij een dienst bewezen, echt waar. Oké. Als ik nu zo terugdenk aan die tijd met Senna en dan... Dan vraag ik me af of ik daar ooit in gezien heb, in die onbetrouwbare, egoïstische zak. Jenny, ik ben er met mijn kop niet bij. Ja, dat zien een blinde. De Waldeck vangt mij u toch nogal bij aan.
Je weet wat ik gezegd heb, hè? Maar wat moet er met die jongen gebeuren als hij voor de rest van zijn leven gehandicapt is? Die kan gewoon niet meer werken. Rosetje, dat jij compassie hebt met die gast, is niet meer dan normaal. Maar ter smisse komt nu voor u op de eerste plaats. Je gaat die jongen niet helpen door er hier een soepje van te maken, of wel? Nee, tuurlijk niet, nee. Wil Valérie alleen vertrekken? Als Veronique moet gered worden, dan zal ik mijn vertrek moeten uitstellen, Dre. Ja, wat ga je doen? Bij je standpunt blijven? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet zo. Als ik hier blijf, ja, moet het dan verder tussen Valérie en mij? En als ik vertrek, ja. Hoe zit het dan met Veronique? Ja, maar... Ik weet het niet meer. Hoe ernstig is de situatie met Veronique? Dre, je hebt toch zelf gezegd? Ja, hoe ernstig... Ja, ik weet het, Wat ik gehoord heb, ja, via via. En dat de orde van geneesheer nogal wantrouwig staat tegenover het doen en laten van die, hoe heet ze, die secteleidster. Maar jij bent er geweest, hè, Werner? Maar heb je nu zekerheid over het feit dat het al dan niet een secte is? Je hebt zelf gezegd dat het om een gevaarlijke secte zou gaan. Maar feiten, hè, Werner? Feiten. Dingen die je gezien hebt of gehoord? Nee, die ontkennen alles en zelfs staat de politie daarbij. Politie? Wie zegt daar zoiets? Ja. Misschien is de politie wel een oplossing. Zoals gisteren zeker, als ze mij bijna verbaliseerden. Ik zou toch eens gaan praten met die mannen. Dre, kom. Ja, maar luister wel, luister. Als de orde van de geneesheren zo wantrouwig staat, dan moet de politie toch ook wel iets in het snuitje hebben. Ofwel gaat het inderdaad om een gevaarlijke secte en kan de politie u meer informatie geven waarmee jij dan Valérie kunt overtuigen. Ofwel is dat innerlijk licht, of hoe heet het? Inderdaad, een kliek zachtgekookte dromers. En dan loopt Veronique weinig of geen gevaar. En kunt jij met een gerust hart vertrekken. Hè? Wat denk je? Vind je dat niet de moeite waard om eraan te beginnen? Nee, dat heb ik toch geprobeerd. Ik ben zelf met die commissaris gaan spreken. Maar je moet de commissaris niet hebben, Werner. Je moet een gewone agent hebben. Zoals die van gisteren. Kent je die? Ja, Marcella en Balemans. En komen die niet regelmatig in het café over de vloer? Ja. Nou wel. Ik zou met die man eens gaan babbelen. Een losse babbel zo, hè. Misschien willen die mensen ook wel wat zeggen. Niks officieel natuurlijk, maar tussen pot en pint, jij weet wel. Hè? Marie, ik denk dat wij eens moeten praten, hè. Ik denk het niet. Wat dat jij ook te zeggen hebt, interesseert mij niet. Maar ik wist niet dat er nog huwelijksplannen waren. Maar echt waar. Sennen heeft mij gezegd dat hem dat niet wou. Jij wist toch dat wij samen waren, Eva? Of dat wij nu gingen trouwen of niet? Eerst wel, maar Sennen heeft mij dan gezegd dat hij mijn gezicht had gedaan was. Ik zweer het u. Omdat het niet meer goed ging tussen jullie. Wat? Wat? Omdat het niet goed ging? Het ging heel goed tussen ons, Eva. Het ging echt heel goed. Totdat jij kwam. Maar... Ja, maar Marie zegt... Ja, laat mij gewoon gerust, oké? Slipt. Nee, Marie, het is een beetje overdreven, hè? Wat moet ik zeggen, Joeri? Wat wil je dan dat ik zeg? Ik weet het niet meer. Dat heb je niet voor niks gedaan, hè? Meneer Balemans. Ah, Werner. Zeg, ik zeg maar Jackie. Ja. Ik zou iets willen vragen. Heb jij een minuutje van mij? Ah, in verband met... Ja, met die affaire van gisteren, ja. Ja, kom maar binnen, kom. Oh, je bent er toch gelukkig. Ah, gelukkig. Amai, zeg, jij bent wel nerveus. Moet er nog een trein halen vandaag misschien? Alsjeblieft, Isabel. Geen grapjes, het is het moment niet. Wat is er dan? Isabel, Leontien heeft een dokter laten komen omdat ze zich zwak en duizelig blijft voelen. Ja, en? Hoe ja, en? Heeft bloed getrokken. Snapte jij dat dan niet?
Als ze sporen van die rode pnol vinden, dan gaan ze vragen beginnen stellen. Maar nee, Luc, kom aan. Zo snel gaat dat toch niet zeker? Ja, is dat alles wat jij erop te zeggen hebt? Zo snel gaat dat toch niet zeker? Stel dat ze erachter komen, hè, dat wij Leontien geflikt hebben. Wat dan? Stel dat ze erachter komen, Luc. Maar die kans is dus verdomme zeer klein, hè? Dat zeg jij. Nee, Luc. Op dit moment gaan ze gewoon een standaardonderzoek doen. En daar is het opsporen van rooipnol absoluut niet bij. Dus? Ja, maar het is toch altijd mogelijk dat ze toevallig daarop komen en... Wel, stel dan nog dat ze op iets vallen. Denk jij nu echt dat Leontien meteen aan ons gaat denken? Luc, er is absoluut geen reden tot paniek. Trouwens, ik zou zelfs willen voorstellen, hè, om opnieuw te beginnen. Wat blief? Nog eens? Hoe ga jij haar anders die overdracht laten tekenen? Hm? Goedemorgen, Jenny. Willy. Goed geslapen? Bob, jij wel precies. Dat moet, Jenny. Het is milieuraad en als je dan niet uitgeslapen bent, doen ze in de doeken terwijl je erbij staat. Ja, de milieuraad is waar. Je komt voor de Dree, zeker? Ja, dat is de eerste keer. Hè. Die is even naar boven een paar telefoontjes gaan doen. Heb je tijd? Oh ja, 5 minuten kunnen er altijd af. Waarom? Moet ik afwassen? Eerst een koffie drinken en dan afwassen. Kijk, Isabel, ik weet niet hoe het zit met u. Maar ik speel niet graag met mijn geluk. Spelen met uw geluk? Hoe bedoel je Luc? Dat ik geen 2 keer dezelfde fout wil maken. Maar dit keer maken we niet dezelfde fout. We zorgen ervoor dat we de dosis beter regelen en dat ze er absoluut geen alcohol bij drinkt. Dus kan er ook niks misgaan, ja, hè? Stel dat het dan toch misgaat, hè? En dat er een dokter bij komt die het niet bij een gewoon bloedonderzoek laat. Maar dat die ontdekt wat er echt aan de hand is. Dan zijn wij alle twee de sigaar. Geluk, zie nu toch eens in dat er... Zie nu toch eens in, jij, Isabel. Wie weet hoe Leontien op die nieuwe dosis, zo kort na die eerste, hoe dat ze zal reageren. Wat dat de nevenverschijnselen zullen zijn. De nevenverschijnselen, zoals welke? Ja, ik vraag het aan u. Want ik ben wel geïnteresseerd in haar kapitaal, maar ik wil haar gezondheid niet kapot maken, hè. Ah, allez, kijk eens aan, zeg. Het is dus toch waar wat ze zeggen. Wat? Oude liefde roest niet, eigenlijk. Ik wist niet dat jij nog zoveel met ons Leontineke in zat. Niet in vorm? Nee. Allee, ja. Er zijn zo van die dagen, hè. Is toch niks met een Dree, hè? Nee. Ja, als je er nu wilt over spreken, is geen probleem, hè. Het heeft met Rosa te maken. En haar Waldik. Allee, haar. Het is gedaan tussen die twee, maar... nu ligt hem in het ziekenhuis. En het is heel serieus. Kanker? Nee, een armamputatie. Oei, oei. Ja, dat komt door een heel zware infectie, het schijnt. Het moet vandaag of morgen gebeuren. Misschien is het al gebeurd zelfs. En nu zijn ze ons Rosa komen vragen om hem te gaan bezoeken. Maar ik was daar tegen. Ik heb daar ook direct gezegd, dat is gedaan met die gast. Je hebt daar niks meer mee te maken. En ze heeft wel ja gezegd, maar ja, ik heb ogen in mijn kop. Hè. Ik kan die niet uit haar gedachten zetten, nu vooral door dat voorval. En nu heb ik maar schrik dat er... Als er iets zou misgaan met hem... Dat ze het mij gaat verwijten dat ze hem niet meer heeft kunnen zien. Ja. En dat er ruzie van komt. Met alle gevolgen van dien. Maar ja, langs de andere kant zeggen Rosa ga, maar dan weet het kleinste kind wat er gaat gebeuren, hè, Willy? Dan is het teruggaan. Voilà. En dat wilt je niet. Ik wil dat niet voor haar. Ze heeft al te veel afgezien met die vent. Allee, ja, ze kan hem niet vertrouwen, zo simpel is het. Ja, dat is niet gemakkelijk, hè? Nee. Wat zou jij doen in mijn plaats? God, Jenny, moet ik daarop antwoorden? Ik zeg altijd, een koppel, daar mag je niet tussenkomen. Wat dat je ook zegt of doet met de beste bedoelingen, hè? Vroeg of laat krijg je tekst op je neus. Dus, wat ik u zou zeggen... Ja? Laat haar gaan. Als zij naar die Waldek wil, hè, laat haar gaan. En komen er problemen van, tant pis. Hm?
Aan u kunnen ze niks verwijten dan. En trouwens, je bent er nog altijd, hè, om haar te helpen als het moet. Adrie. Fantastisch nieuws. Nee, zeg, het is van de Waldik. Ja, ik heb daarnet gebeld met het ziekenhuis. De amputatie gaat niet door. Oh, en het kon hier rap genoeg gebeuren? Er moet iets veranderd zijn, ik weet ook niet wat. In de kliniek wisten ze het ook niet. Ja, ik heb niet met de dokter zelf kunnen praten. Jij weet niet of dat een goed of een slecht teken is. Nee, Rosa, nee, ik weet dat niet. Nee. Maar weet je wat, ik zal naar de vergadering eens langslopen, hè, in het hospitaal. Dag, Willy, ik heb het nog niet eens fatsoenlijk een goede dag kunnen zeggen. Ja, dat is niks, hè. Dat is niks. Opgelucht, hè? Nee, ik heb nog geen tijd gehad. Ja, Jenny. Ja, nee, ik vind natuurlijk fantastisch dat er niet geopereerd moet worden, maar langs de andere kant wil dat misschien wel zeggen dat er geen hoop niet meer is. Weet je wat jij moet doen? Wat ik u al heel een tijd heb afgeraden. We gaan bezoeken? Ja. Ja, misschien. Oh, misschien. Misschien. Misschien, ook, misschien is het wel veel beter dat ik doe wat jij zegt. En dat ik haar stand hou, dat ik die oude gevoelens niet terug laat opflakkeren. Jenny, stel je nu voor dat ik daar aan het bed sta. Dat ik alles terugvoel wat ik vroeger voelde. En dat je dan weet dat er geen hoop is. Nee, het is veel beter dat ik hier blijf. Ik hoor het wel van André wat dat er is. Bon, Jenny, Rosa, wij zijn er mee weg, hoor. Ja, we gaan het milieu redden. Als je dat maar weet, ja. Ja, tot straks. Goed redden, de mannen. Ah, kijk wie daar is. Dag Marie. Hey. Ja, sorry hoor dat ik wegloop, maar ik heb vergadering. Zeg, je bent toch niet speciaal voor mij gekomen, hè? Nee. Nee, ah, kom dan maar binnen. Misschien zien we elkaar straks nog, hè? Ja. Dag. Ons Marieke, hè? Jij leeft nog. Hoe is het? Ze ziet eruit alsof dat ze een goed babbeltje kan gebruiken, is het niet? Weet je wat je doet? Ik ga jij maar even mee naar de keuken. Hè? En dan zal ik het hier ondertussen wel in het oog houden. Ja, kom aan. Moet jij iets drinken? Een koffietje. Een koffietje. Ah, wel, Marieke, vertel het eens. Wat nieuws? Oké, okay, lukt, is goed. Jij je goesting? Geen rohypnol dan. Maar heb je een ander idee misschien? Ja, je geeft het toch nog niet op, hè? Je wilt toch ook rijk worden? Ik weet het niet meer. Zeg nu niet dat je zo stom gaat zijn, hè? Misschien moet ik er mij bij neerleggen dat ons plan mislukt is. En van nul er beginnen, een kleine zaak, beperkt kapitaal. Leuk. Dat is godverdomme uw geld waar Leontien mee aan het spelen is. Dat is van u. Dat weet ik. Ja, dat weten, maar wat? Je laat het zo. Nog erger, je gaat er nog eens belonen door u bij de feiten neer te leggen. Ja, wat wilt je dan dat ik doe? Wat wilt je dat ik doe? Waar wij mee bezig waren, Luc. Proberen haar voor eens en voor altijd uit te schakelen, godverdomme. Zoals jij dat zegt, klinkt dat precies alsof jij wilt dat... Alsof ik wil. Wat? Luc, zeg het dan, hè. Nee, laat maar. Alsof ik wil dat je haar vermoord, hè? Is dat wat je wou zeggen? Isabel, alstublieft. Ja, het rare is, hè, Luc, dat jij dat zelf nog durft insinueren. Nee, dat ook niet. Kom aan, zeg, geef toe, het lag op je tong. En eigenlijk, waarom niet? Zwijg, Isabel. Je moet daar niet neerknallen of zo, maar ja, een ongeluk kan erop gebeurd zijn. Isabel, alstublieft. Luc, als we dat goed aanpakken, hè, dan komt niemand daar ooit achter. Dan krijg jij je geld terug en denk eens aan de mogelijkheden die er dan voor ons open liggen. Voor ons samen.